Van Wolfswinkel, nog een keertje Van Wolfswinkel en daar heeft hij hem te pakken. Ongelooflijk, heeft de tijd en rond het af. Van Wolfswinkel, nou dat moet hangen zijn, ja natuurlijk. Weer de aanvaller uit Costa Rica, die scoort. Zo heeft Fortuna dus wel iets meer de bal. Nog geen doelpoging ondernomen hier Van Wolfswinkel, nou dat moet hangen zijn, ja natuurlijk. Niet helemaal ongeschonden eruit gekomen, maar met een heerlijke lange bal. Zet Gijs Smal Van Wolfswinkel op het goede spoor. En daarmee is het 1-0. Zette dat drukt. Zerouki nog een schieten. Daar krijgt hij nu de ruimte maar niet voor. Dat is overstandig. Misidjan. Langs bij Klaasie. En een aardige voorzet. Brunet, daar lijkt geen ruimte te zijn om te pingelen. Vindt toch wat ruimte. Hoe kan het? En dan is het raak. Twente heeft wat er toe komt. Manfred Ugalde met de 1-1. Smal. Wolfswinkel. En weer terug op de spits. Van Wolfswinkel. Nog een keertje Van Wolfswinkel. En daar heeft hij hem te pakken. En iedereen lacht. Hij schiet hem er. In Ricky van Wolfswinkel. Zet Twente dan toch nog een keer aan. Het heeft er de schijn van. Flap, flap. En dan nog Van Wolfswinkel. Nog even de aanzet om iedereen met een grote glimlach naar huis te doen gaan. Ze kennen elkaar. Want de Lange kent het hier. En kent uiteraard ook Van Wolfswinkel. Maar het maakt niet uit, Van Wolfswinkel. Dit duel. Voorzet van Misidjan een keer met links. Wordt aangeraakt, maar wordt ingetikt. Het voordeel gegeven. En Ricky van Wolfswinkel maakt het allereerste doelpunt van 2023 in de Eredivisie. De meeste peert hij erin van de laatste 15. Hoe rustig is hij nu? Hij is rustig genoeg. Reiziger wel naar de goede hoek, maar Twente op voorsprong. In de 34e minuut. Het is Van Wolfswinkel met zijn 7e van het seizoen. Ugalde, sprinten geblazen. Pikt Ugalde op na glijpartij van Boema. Ugalde heeft de tijd en rond het af. 2 minuten en 30 seconden na zijn entree. Behoorlijk pijnlijk, maar de vrije trap is ook genomen door Twente. En daar is de 2-0. Ugalde. Zet hij naar binnen. Flap. Duarte. Brunet. Zerni. Zerouki. Zerni. Het gaat weer makkelijk voor Twente, maar het is wel echt goed gevoetbald. Ugalde met zijn tweede. Fortuna kapot gespeeld. Net voor het eerst meldt hij zich op de helft van AZ. Hilgers. Joshua Brunet. En een vrije kopkans raak. Ugalde. AZ heeft het ontzettend moeilijk. Tierney, wat een goede bal. En weer raak. Weer Ugalde. Smal. Wolfswinkel aan de rechterkant heel graag. Krijgt ook de bal hier. Tierney. Terugleggen van Wolfswinkel. 12e minuut al de opening voor Twente. Zeker niet onverwachts dat hij vroeg valt. Tjerny en Stijn achter de bal tussen. Tjerny die trap zullen ze gaan achteruit. Nou, dan is het binnenlopen en zo wordt het 4-0. Sadilek, strakke voorzet. Nou, en daar is dan de 2-0. Kon eigenlijk niet uitblijven. Het is zo'n enorm krachtsverschil. Ugalde loopt er binnen. Tjerny. Brunet. Demarage van Brunet. Die we leren met Alvarez. Laat ze niet passeren.
trouwens wel kwijt dan Brunet. Die komt met de voorzet en daar is het al heel snel gelijk. Wat een fout van Edson Alvarez. Ugalde na iets meer dan 20 tellen met de gelijkmaker van een dramatisch begin van Ajax. Dat toch echt dezelfde aftrap opneemt. Er wordt toch met enige regelmaat vraagtekens gezet bij de play-offs. Europees voetbal, maar het zijn hetzelfde saaie wedstrijden. Hier gaat Ugalde en die schiet er binnen.